Ooh. Mm-hmm. Heb je leerlingen in de klas die steeds bij hetzelfde soort boek blijven hangen, de hele serie van Geronimo Stilton willen lezen, of alle delen van Leven van een Loser, en je wil ze eigenlijk wel iets anders laten lezen, maar je vindt het lastig om te bedenken welk boek je ze aan zou moeten raden, dan heb ik een goede tip voor je. Op de website leesbevorderingindeklas.nl staan tiplijsten. En bij die tiplijsten staan een aantal typetjes. Daan, Emma, Julia, Liam. Ze heeft expres de meest voorkomende namen van Nederland gekozen. En zet onderaan er ook bij, als er een jongen staat, kan het een meisje zijn en vice versa. Van al die kinderen staat een kleine omschrijving. Ze vertellen wat ze leuk vinden. En dan staan er een aantal boeken die zij ook leuk vinden. Die kan je goed als voorbeeld gebruiken voor kinderen in je klas. Bijvoorbeeld, Daan. Ik hou niet van lezen. Ik ga liever gamen of buiten spelen. Lekker voetballen met mijn vrienden. Van de juf en mijn ouders moet ik meer lezen. Maar de meeste boeken vind ik stom. Gelukkig heb ik toch wel een paar boeken gevonden die erg leuk zijn. Met veel plaatjes. Ga naar de tiplijst van Daan. En daar zie je een hele lijst met boeken die hij waarschijnlijk leuk vindt. En kinderen in jouw klas die een beetje het type vandaan zijn. Dus ook bijvoorbeeld Grapman 1, Held met humor. Of De beste school van de hele wereld. Stop van Jurgen Hofmans. Totaal gesloopt, Leven van een loserboek. Het kleine slechte boek, Columbus. Er was misschien eens. Allerlei verschillende titels om kinderen ook eens even een ander soort boek te laten lezen. Leuk om ze juist ook zelf gewoon in te laten struinen. Laat ze maar kijken, welk type zijn zij? En de boeken die erbij staan, zit er iets bij dat ze leuk vinden? Is er nou een boek dat ze heel leuk lijkt, of zijn het er een paar? En je gaat bijna naar de bieb of naar de biebbus met je klas. Laat ze even een klein lijstje voor zichzelf maken. Hoe heet het boek? Wie is de schrijver? En bij welke letter moet je dus kijken om het boek te vinden? Dat helpt ze om veel sneller te kunnen zoeken en om te vinden wat ze ook echt willen lezen. Veel plezier!